is maandag 1 december. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Krooswijkers zijn hangjeugd zat. Stadstimmerhuis in Rotterdam schiet al lekker op. En leerlingen in Gorinchem krijgen Koreaanse les. Dan alvast kort het weer van Ed Aldus. Dinsdag is het opnieuw bewolkt en waterkoud. Nou, het zou kunnen zijn dat er heel lokaal een spatje regen of een vlokje motsneeuw valt. Temperatuur komt niet hoger uit dan 2, hooguit 3 graden boven het vriespunt. En dan waait er bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Graag tot zometeen. Het is opnieuw onrustig in de Rotterdamse wijk Krooswijk. Zondagavond werd op het Schuttersveld een opslagplaats voor sportmaterialen in brand gestoken. Alle spullen van de plaatselijke voetbal- en basketbalclub gingen verloren. Buurtbewoners zijn het zat. Eerder dit jaar waren er al bedreigingen en geweldsmisdrijven door een groep hangjongeren in Krooswijk. En de buurt wil nu actie. Dit is alles wat na de brand is overgebleven van de sportmaterialen. De politie vermoedt brandstichting. Op dit sportterrein zijn geregeld problemen met een groep hangjongeren. Iets oudere jongeren, ik denk van een jaar of 16 tot een jaar of 22, 23. De wat oudere jongeren. Rondom dit terrein wonen veel mensen. En als je mensen aanspreekt, dan zeggen ze gelijk dat ze niet voor camera willen. Omdat ze toch bang zijn dat ze met die jongeren problemen krijgen. Maar iedereen benadrukt dat er problemen zijn. Het is een tijdje rustig geweest, maar de laatste weken gaat het weer mis. En ze zijn ook wel bang dat nu het vuurwerk weer dadelijk afgestoken gaat worden, het hier opnieuw tot veel problemen gaat leiden. Stien Weigertse is een actieve buurtbewoonster en runt het buurthuis De Branding. Ze is de vernielingen door de hangjongeren zat. Nou, je ziet natuurlijk ook veel te weinig politie naar de Melkwezen. Een politiebureau die altijd dicht is. Ja, dat is toch niks meer in een wijk waar 22.000 inwoners wonen. Er moet toch gewoon een politiebureau open zijn en een busje voorbij rijden. Als ze weten wat er 's nachts aan de hand is. Die jongeren zitten altijd op Schuttersveld. Ja, die groep is in beeld, maar je moet op een gegeven moment ook mensen natuurlijk op heterdaad betrappen. Dat is natuurlijk gewoon ook datgene wat we in deze rechtsstaat hebben. En ja, op het moment dat we ze op heterdaad kunnen betrappen, dan heb je iets. Maar dan is het vet toch ook roeien met de riemen die je hebt. Is er vannacht een heterdaadje geweest? Vannacht is er nog geen heterdaadje geweest. De buurt is bang dat de zaak weer gaat escaleren, nu zelfs de buurtagent is bedreigd. Foto's van de bedreiging liet hij zien op zijn Twitterpagina. Begin van dit jaar ging het ook al mis met een aantal buurtjongeren. Er was een aantal geweldmisdrijven. Burgemeester Abu Talib kwam langs, maar de bewoners zeggen nu weinig verandering te merken. Nou, weer andere wethouders. Die moeten zich helemaal inleven in die wijk. Kom je lekker een weekje wonen? Kun je in mijn huis, ga ik lekker naar een hotel en dan weet je zeker wat er aan de hand is. Maar er gebeurt gewoon verder niks. De voorzitter van de gebiedscommissie zegt dat er door de politie en de gemeente gewerkt wordt aan een strengere aanpak. De gedupeerde voetbal- en basketbalclub krijgen inmiddels hulp. Een aantal sportclubs uit de buurt heeft aangeboden om spullen uit te lenen, zodat de activiteiten op het Schuttersveld de komende tijd door kunnen gaan. De man die afgelopen weekend tijdens een voetbalwedstrijd een 15-jarige scheidsrechter zou hebben geslagen, is vrijgelaten. Hij blijft wel verdacht van mishandeling. De 40-jarige man werd aangehouden na een wedstrijd tussen de jeugd van Overmaas en SC Botlek in Rotterdam. Er ontstond ruzie nadat de jonge scheidsrechter 2 doelpunten had afgekeurd. Daarbij zou zijn geslagen. De scheidsrechter heeft aangifte gedaan van mishandeling. De verdachte moet in maart voor de rechter verschijnen. Hij ontkent te hebben geslagen, meldt de politie. En straks geen Engels, Frans of Duits. Nee, in Gorinchem krijgen de leerlingen Koreaans. Ik maak zelfs Koreaanse televisiereportage maken. Ja. Is het belangrijk voor Zuid-Korea dit? Ja, erg belangrijk. Dat zometeen, maar eerst de Rotterdamse politie gaat met zijn tijd mee. Eerst waren er de Twitter-agenten en nu is er in Rotterdam-West het pop-up politiebureau. Een bureau dat plotseling in een wijk opduikt en in dit geval na een week weer verdwenen is. Nee, dit is zeker geen grap. Een pop-up politiebureau, eigenlijk verzonnen vanuit het niets. Waarbij ik onderweg naar Utrecht op de radio bij BNR, dat ik hoorde over pop-up winkels. Dan zit je natuurlijk midden in de wijk, pop-up. Ik dacht van ja, waarom eigenlijk geen politiebureau? Wijkagent Wilco Berenschot waakt al langer over onze veiligheid via de sociale media. En nu heeft hij ook het ludieke idee om een week lang een pop-up politiebureau te runnen. Daarvoor had hij alleen een leegstaand pand nodig.
Hij vond het aan het Viruliplein. Hij belde aan, wij waren aan het klussen. En hij zegt, ik heb een brutale vraag. Hij zegt niet gelijk, nee, maar denk er even over na. Dat heb ik gedaan. En ik ken de wijkagent Wilco ook al van Twitter. Hij is erg actief en ik ken zijn initiatieven. En hij is altijd heel positief. Ik dacht, nou, dat moeten we gewoon maar eens doen. Moeten we een kans geven. Nog twee klapstoelen en een klaptafel. En zo gepiept, zo gedaan. De pop-up agent kan aan de slag. Ja, daar gaan we bivakeren als politiebureau. En dan is te kijken van, joh, wat leeft er nu bij de mensen? Dus het gaat echt vanuit de positief, vanuit het veiligheidsgevoel. Om eens te kijken van, wat zijn nou de dingen wat de mensen hier bezighouden? En niet lang na zijn intrek staat de eerste buurman al op de stoep om de pop-up agent in te schakelen. Welke pop-up misdaad moet dit pop-up politiebureau in de wijk hier aanpakken? Ja. Nou, ik denk de prioriteit nummer 1 is het problematiek van de hangjongeren. Die hier toch elke dag zich wel bevinden, overdag en 's avonds. Dat is eigenlijk het grootste probleem, ook in verband met het gebruik van het plein door de kinderen hier uit de buurt. En dat betekent dus werk aan de poppenwinkel van de wijkagent. Heeft u een matras bij u? Nee, deze week ga ik nog niet hier slapen. Misschien wel een keer de bedoeling, als ik het nog een keer mag doen, dat ik een keer ook een nacht wil beleven. Dus kijken wat speelt er nou 's nachts. Dus, Het houdt Maassluis al een week bezig. Kan wethouder Huub Eitjes nog aanblijven nu hij beschuldigd wordt van belangenverstrengeling en zelfverrijking? Morgenochtend komt er duidelijkheid. Dan geeft de wethouder een persconferentie. Wethouder Huub Eitjes raakte vorige week in opspraak toen bekend werd dat zijn broer als interim manager werkte bij het theater in Maassluis. En dat zijn salaris weer werd gestort op de rekening van de wethouder. Burgemeester Karsen noemde deze handelswijze onhandig. De broer van de wethouder stapte vorige week al op. En de verwachting is dat wethouder Huub Eitjes morgen hetzelfde doet. Het lijkt een strijd van David tegen Goliath. De strijd van de Schiedamse zorgverzekeraar DSW tegen de grote verzekeraars in ons land. DSW blijft zich kritisch opstellen, iets wat door de branchegenoten niet in dank wordt afgenomen. Maar toch lijkt het bedrijf uit Schiedam de grote winnaar. De nieuwe aanmeldingen stromen binnen. Ja, nogmaals, ik doe het niet om de vele nieuwe aanmeldingen of de weinige afmeldingen. Ik doe het uiteindelijk voor het belang van het zorgstelsel dat we hebben. Het begon allemaal met een open brief van directeur Omen in de Telegraaf van mei dit jaar. Hierin liet hij zich uit over het machtsmisbruik van de verzekeraars als Achmea, VGZ, CZ en Mensis. En dat het schrappen van de vrije artsenkeuze het solidaire zorgstelsel om zeep helpt. Als je de macht eenzijdig neerlegt bij één hele kleine partij, het zijn wel grote partijen, maar het zijn maar 4 grote verzekeraars die meer dan 90% van de markt hebben. Als je daar alle macht neerlegt, dan verstoor je het systeem zodanig, zodat iedereen zal zeggen, nou, als daar alle macht ligt, als we het aan hen allemaal moeten overlaten, dan kunnen we net zo goed gelijk allemaal van die 4 grote verzekeraars er ook 1 maken. En dan hebben we het nationaal systeem van gezondheidszorg, waarin eigenlijk niemand meer erg veel moeite hoeft te doen om te excelleren. Als reactie op de open brief reageerde de voorzitter van de brancheclub, André Rauwvoet. Rauwvoet was niet gediend van het gedrag van de kleine verzekeraar en stuurde de brief ook naar de Raad van Commissarissen van DSW. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat al mijn andere collega's het ter discussie willen stellen dat ik de leiding heb binnen de DSW. Maar alle media-aandacht heeft DSW geen windeieren gelegd. Nauwelijks afmeldingen en heel veel nieuwe aanmeldingen. Wat ik bereikt heb, weet ik nog niet. Wat ik hoop te bereiken is in ieder geval een stelsel waarin balans is. Er een balans is tussen verzekeraars, verzekerden en zorgverleners die elkaar scherp houden, zodat we op een zo betaalbaar mogelijke wijze zo goed mogelijke zorg hebben. Nu overheerst nog het geluid van drillboren en is de bouwlift onafgebroken in gebruik. Maar in het najaar van 2015 is het klaar. Het stadskantoor aan de Meent, ook wel beter bekend als het Stadstimmerhuis. Nog even geduld dus en dan trekken er 1800 Rotterdamse gemeenteambtenaren in en worden er 84 appartementen ingericht. De gevel van het oude stadskantoor gaat deel uitmaken van het nieuwe. Mooi. Anders was oud-medewerker stadsontwikkeling Koos Kielen in actie gekomen. Vast en zeker. Omdat het een gebouw is, een van de weinige gebouwen die in het begin van na de oorlog gebouwd zijn. Je mag ook een oud meubelstuk in een modern interieur zetten. En zo zie ik dit ook. Bij de ontwikkeling van dit gebouw was uitgangspunt inderdaad behoud van de monumenten. En de architect heeft ervoor gekozen om het nieuwe gebouw echt los van het oude gebouw neer te zetten.
letterlijk los. Als je beneden kijkt zie je ook dat we maar twee kleine footprints hebben eigenlijk. En vanuit die footprints gaat het gebouw naar buiten toe. En op een gegeven moment, waar we hier staan op de derde verdieping, dan raken oud en nieuw elkaar bijna. Maar het blijven twee losse gebouwen. Ik kan daar heel goed zien dat er een aantal kolommen staat, diep in het gebouw. Nou, vanaf die kolommen kraakt het gebouw ruim 14 meter uit. En dat geeft heel veel vrijheid om je gebouw in te delen. Als je vanaf hier naar de gevel kijkt, is het net alsof het een gesloten gevel is met een aantal ramen erin. Maar er zit een zeefdruk op. En van binnenuit zie je die zeefdruk bijna niet. Dus van binnen naar buiten zie je, heb je volledig glas. Het is eigenlijk een soort van zonwering. En soms werkt het heel erg transparant. Zoals nu kan je er, vind ik, best wel goed doorheen kijken. Maar als de zon erop staat, dan houdt het echt heel erg veel warmte en licht tegen. Ik kom uit deze omgeving. Ik ben hier eigenlijk gewoon praktisch geboren en opgegroeid. En ik woon hier echt op Steenworp afstand, aan het Hofplein. En ja, ook al hoog, op de 11e etage. En ja, we zochten gewoon iets meer buitenruimte en een woning met meer ramen, zodat het uitzicht nog beter tot z'n recht kwam. En toen werd dit gebouwd. Ja, te gek eigenlijk, daarom wil ik hier zitten. En op de redactie staat Clay Ruperti. Clay, Sparta neemt het vanavond op tegen Fortuna Sittard zonder de zaterdag ontslagen trainer Gert Kruis. Is al duidelijk wie zijn opvolger wordt? Nee, is het korte maar duidelijke antwoord op die vraag. Sparta zegt dat het nog geen opvolger voor Kruis heeft gevonden. Wordt ongetwijfeld vervolgd na die wedstrijd van vanavond tegen Fortuna Sittard. Ja, dat vertrek van trainer Kruis zal de gemoederen de afgelopen dagen bij Sparta toch wel hebben beziggehouden. Het zal weinig zijn gegaan over die wedstrijd tegen Fortuna. Maar de selectie van Sparta moest vanmiddag toch echt vertrekken richting Sittard. Dit is de man die vanavond als hoofdverantwoordelijke op de bank zit bij Sparta. John de Wolf. Hij neemt in Sittard samen met Peter van den Berg in elk geval voor één keer de honneurs waar. Sparta kan niet beschikken over Jeremy de Nooyer en Robert van Boksel. Zij zijn geblesseerd. Kenny Thijssen keert terug van een schorsing, net als Pieter Nijs en Steef Nieuwendaal. Zij zijn terug bij Sparta. En ook hij is erbij. Paul Gladon. Vrijdag in de laatste wedstrijd van trainer Gert Kruis nog twee keer trefzeker tegen RKC. Op naar Sittard dus. Net als Sparta is ook onze eigen Ruud van Os onderweg naar het zuiden. Hij doet vanavond op onze website verslag via de livestream. Tot zover de sport voor dit moment. Straks veel meer sport in Sportclub Rijnmond. Daarin een reportage over Guillaume Fernandez. Een samenvatting van de mini-klassieker tussen Feyenoord A1 en Ajax A1. Handbal en schaatslegende Kees Verkerk. Dankjewel, Clay Ruperti. Kinderen van Gorkumse basisscholen krijgen les in de Koreaanse taal. Vorig jaar werd op de scholen al een Koreaans lespakket gelanceerd. En nu wordt de taal ook onderwezen. En dat allemaal om de speciale band tussen Gorkum en Korea te onderstrepen. Wat wordt spannend voor basisschoolleerlingen in Gorkum? Voor het eerst Koreaanse taalles op het stadhuis in het bijzijn van de Zuid-Koreaanse ambassadeur. Ik denk dat we aan het eind van alle lessen dat we dan veel meer weten over Korea. Ja. En ook veel beter kunnen spreken. Door de Gorkumse zeevaarder Hendrik Hamel hebben Gorkum en Zuid-Korea een eeuwenoude band. Hamel schreef in de 17e eeuw de eerste reisverslagen over Korea. Hamel is een held in Korea en de start van de Koreaanse taallessen zijn er groot nieuws. Maak zelfs Koreaanse televisiereportage maken. Ja. Ja, erg belangrijk. Dat is een historisch land, Gorkum. Eigenlijk, Koreaanse lezen is makkelijk, eigenlijk binnen 2 uur. Kan ook hoor. Ik ga zeker het lesboek eens even goed bestuderen. Om eens in ieder geval de basisbeginselen van het schrift, want daar gaat het natuurlijk dan in eerste instantie om, een beetje onder de knie te krijgen. Jullie zijn echt dapper. Jullie zijn als eerste Nederlandse kinderen om initiatief genomen om hier te zijn, om Koreaans te leren. Ja, moeilijk. Koreaans woord is heel veel. Ja, maar oryopta. Oryopta. En wat betekent dat? Heel moeilijk. Ja. Ja, ik weet niet hoe ik het in het Koreaans doe, maar dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op Rijnmond.nl en nog een mooie dag verder.